Een koning had 6 zonen en een lieve dochter klein. Maar toen de vorst haar trouwde, mocht dit zo niet langer zijn. Zijn nieuwe vrouw, jaloers en ijdel, zou de kinderen haten. De koning borg ze in een slot, moest hen daar achterlaten. De koningin ontdekte dit en was belust op wraak. Zij toverde de broers tot zwanen. Het meisje kreeg een taak. 6 hemden moet jij breien om je broertjes terug te krijgen. Van bos als tors in plaats van bol, gehuld in een stil zwijgen. Het meisje kwijt zich van haar taak in al haar eenzaamheid. Ze lacht niet en ze spreekt geen woord, uit liefde toegewijd. Ja, dan moet ze weer 6 jaar lang opnieuw beginnen, dat weet je zo al net. Gemeen! Zo is het. Ja, straks mag je dat hoor. Ja, dan wordt het ook maar een stukje. Ja, dat is een leuk. Goedemiddag, mevrouw.